Hoi Jan. Hi, goedemiddag. Ik ben Sander van het CFV. Hoi. Sander van het CFV. Begeleider. Ja, Mary, je begeleider had mij een mailtje gestuurd dat je wat hulp nodig had bij je financiën. Dus vandaar dat we hier op gesprek zijn. Ja. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een uitkering en ik krijg zorgtoeslag. En er komen als rekeningen binnen en dan moet ik betalen en dan weet ik niet wat ik overhoud. En het is een beetje een chaos. Je kunt hulp krijgen bij het beheren van geld. Soms moet dat zelfs. Er zijn twee manieren van hulp die verschillen in wat je zelf nog doet en mag doen. Samen met het CFV en je begeleider bespreek je wat het beste bij jou past. Zijn er inmiddels schulden of ben je schuldenvrij? Nee, ik heb bij het CRK heb ik schulden en bij de Weekamp en bij de KPN. Ja. En dat moet wel betaald worden. En zijn het hoge schulden? Of is... Nou, valt wel mee. Niet echt heel erg veel, maar toch wel schulden. We hebben diverse pakketten. Is jou al bekend wat die pakketten inhouden? Is dat al besproken? Of? Nou, mijn begeleider had er wel wat over verteld, maar ik begrijp het niet helemaal wat het nou allemaal inhoudt, hoe dat in elkaar zit dan. Het CAV biedt twee verschillende pakketten van budgetbeheer aan. Dit zijn budgetbeheer met begeleider en budgetbeheer met u. Het CAV kan u ook helpen bij bewindvoering en curatelen, maar dit onderwerp zullen we in dit filmpje niet behandelen. Meer informatie kan je vinden via de links in de beschrijving van dit filmpje. Budgetbeheer met begeleider. Dit is een minimaal pakket waarbij twee begeleiders van Paameijer samen met jou ervoor zorgen dat je rekeningen op tijd betaald worden. Jij geeft je rekeningen aan je begeleider, zodat jullie deze gezamenlijk invoeren in een speciaal computersysteem. Vervolgens zullen je vaste maandelijkse betalingen door het CAV worden uitgevoerd. Met je begeleider bekijk je hoeveel je maandelijk of wekelijks kunt uitgeven aan zaken zoals voeding en kleding. Het CAV kijkt bij dit pakket op de achtergrond mee. Als cliënt heb je zelf geen contact met het CAV. Indien er vragen zijn, kan een van je begeleiders contact opnemen met het CAV. Budgetbeheer met u. Bij dit pakket worden alle rekeningen door jou of je begeleider doorgestuurd naar het CAV. Het CAV zorgt dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Jij krijgt leefgeld en kan met het CAV afspraken maken over hoeveel geld je krijgt en hoe je het geld wil uitgeven. Wanneer je vragen hebt, kan je zelf contact opnemen met je budgetbeheerder van het CAV. Het CAV adviseert vervolgens of dit op dat moment mogelijk is, waarbij het CAV eerst bekijkt of alle andere rekeningen dan nog wel betaald kunnen worden. Wijzigingen in bijvoorbeeld jouw inkomen moet je ook altijd zelf zo snel mogelijk doorgeven aan het CAV. Voor beide vormen van budgetbeheer geldt dat de cliënt zelf verantwoordelijk blijft voor zijn financiën, eventuele schulden en aanvragen voor zaken zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Budgetbeheer geschiedt altijd op vrijwillige basis. De cliënt kan er dus op elk moment mee beginnen en op elk moment mee stoppen. Het CAV heeft hoofdzakelijk een adviserende rol. Dus ja, je hebt wel een grote eigen verantwoording bij allebei de pakketten. Ja, nou ja, we overleggen altijd de rekening, hè, dat het betaald wordt. Ik denk dat je gewoon even voor jezelf of samen met je begeleider even moet gaan bedenken van welk pakket past het beste bij mij. En dan komen we daar gewoon later op terug. In principe is het pakket, we starten gelijk op. Het is een contractje wat je moet tekenen. Okay. Daarna gaan we gelijk een rekening voor je openen. Mocht je daar later weer van af willen of je zegt van het is toch niet helemaal wat bij me past, dan is er ook weer een opzegtermijn van een maand. Dus kan je ook weer altijd mee stoppen. We gaan niet naar de rechter. Okay. Dus het is echt op vrijwillige basis met eigen verantwoording. Okay. Ja, dus als we nou, ga er samen over nadenken en dan nemen we gewoon contact op nog. Okay. Ja. Gaan we doen? Ja, oké. Okay. Ja, dan hoor ik het wel. Jij ook bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Het beheren van geld kan best lastig zijn. Blijf niet zitten met je vragen, maar bespreek deze met je begeleider. Meer informatie kan je vinden via de links in de beschrijving van dit filmpje.